vanochtend. Jij fietst al zo goed. Ik vind dat jij nu zonder zijwieltjes moet. Ik zei, joh, dat hoeft niet hoor. Maar hij zei, jawel, want ik ga je trainen. Dan leer je het snel. Ik doe echt mijn best, maar het valt me niet mee. Eerst had ik 4 wielen en nu nog maar 2. Hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat? Waarom valt niet iedereen plat op zijn gat? Hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat? Het is super simpel! Hoe doen jullie dat? Mijn pa zegt, als jij zonder zijwieltjes fietst, dan krijg jij een ijsje. En dus krijg ik niets. Ik stap er wel op, maar dan val ik weer om. Is het heel moeilijk of ben ik heel dom? Want zelfs opa Gerrit en tante Marleen, die fietsen er rustig in rondjes omheen. Ze dat, hoe doen ze dat? Waarom valt niet iedereen plat op zijn gat? Hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat? Het is super simpel! Hoe doen jullie dat? Mijn pa zegt 1 keertje nog, dan lukt het vast. Hij rent met me mee, hij houdt me goed vast. Hij telt tot 3 en dan laat hij me gaan. Hij zegt, blijven trappen, niet stil blijven staan. Ik slinger, ik slalom, ik zwalk, maar dan blijf ik overeind. Ik denk dat ik het kan. Zo doet ze dat, zo doet ze dat. Oh, ik fiets en ik val niet 1 keer op mijn gat. Zo doet ze dat, zo doet ze dat. Ze bleven proberen, zo kon ze het leren. Dames en heren, mag ik presenteren? Een gloednieuwe fietser, ze gaat al op kop. Nu krijg ik een ijsje met slagroom erop.